We zijn vandaag bij Voedselbank Haaglanden, samen met Jong en IBC, om samen te werken aan een challenge van de Voedselbank. De challenge waar we vandaag aan werken is hoe de Voedselbank Haaglanden haar geldstromen kan optimaliseren of vergroten. Een bank voor een bank, vind ik een prachtige gedachte. En die jonge mensen is voor ons fantastisch. Daar zit een stuk kennis en een stuk expertise over een doelgroep die nog niet actief is als vrijwilliger bij ons en die we heel graag aan ons zouden binden, omdat ze zulke verfrissende en nieuwe ideeën hebben en ook een andere blik op onze samenleving hebben. En er zitten echt hele leuke, praktische, werkbare dingen bij. Ja, leuk om te zien. Betaal nu 7 euro, contantloos. Wat doe jij met je overgebleven muntjes van een festival? Die lever je in bij een voedselbank. Je kan bij ons het voedselbankbiertje kopen en een gedeelte van de opbrengst gaat naar de voedselbank. Wij willen een nieuwe manier van doneren voor Voedselbank Haaglanden, wat tastbaar is, laagdrempelig en regio-specifiek. Wij gaan vanuit de Voedselbank een Club van 100 oprichten. Het wordt een netwerkomgeving van invloedrijke mensen van Den Haag. Voor Jong NIBC is het belangrijk om deze dag te organiseren, omdat we toch merken dat er een hoop jongeren binnen NIBC zijn die het belangrijk vinden om maatschappelijk betrokken te zijn. Ze vinden het lastig om dat zelf te gaan doen. Niemand weet precies waar te beginnen. Alleen is ook maar alleen. En het leuke is dat wij het nu kunnen faciliteren voor een groep die daar behoefte aan heeft.